Best for Soil, compostkwaliteit. Hallo, ik ben Jacques. Ik ben onderzoeker bij VBL. En ik heb meer dan 30 jaar onderzoek gedaan naar de kwaliteit van compost en de toepassing ervan. Vandaag zal ik u in dit filmpje laten zien hoe u met eenvoudige methoden de kwaliteit van een compost kunt beoordelen. Dit om te bepalen voor welke toepassing de compost gebruikt kan worden. Ik heb hier een compostmonster. Het is heel belangrijk dat het monster homogeen is, zodat het representatief is voor de hele composthoop. Daarom moeten deelmonsters worden genomen van de hele hoop en vervolgens grondig worden gemengd voor de analyse. Voor de karakterisering van de compostkwaliteit bekijk ik twee aspecten. Ten eerste gebruik ik eenvoudige chemische metingen om parameters te analyseren die variëren tijdens het composteringsproces, zoals pH, zoutgehalte en de verschillende minerale vormen van stikstof, ammonium, nitriet en nitraat. Ten tweede doe ik een biotoets met behulp van testplanten, om precies te zijn tuinkers, om de reactie te zien wanneer ze in contact komen met de compost. Voor de eenvoudige chemische analyse zal ik twee extracties maken. De eerste is met water, om het zoutgehalte van de compost te meten. De tweede extractie gebeurt met calciumchloride, voor het meten van de pH en de hoeveelheden minerale stikstof, ammonium, nitriet en nitraat in de compost. Ik voeg 500 milliliter water toe aan deze fles. Vervolgens voeg ik 50 gram compost toe aan deze fles met het water. Vervolgens voeg ik 500 milliliter calciumchloride en 50 gram compost toe aan een tweede fles. Ik sluit de flessen goed af voordat ik ze 1 uur lang zal schudden. Nu zal ik de twee flessen met 50 gram compost en 500 milliliter water of calciumchloride gedurende 1 uur schudden. De pH-waarde van de compost wordt gemeten in het calciumchloride-extract voor de filtratie ervan. De pH-waarde van een verse compost schommelt over het algemeen tussen de 8 en 8,5 en van een rijpe compost tussen 7 en 7,5. Nu filter ik de twee extracten voor de volgende analyse. In het waterextract zal ik het zoutgehalte meten. In het calciumchloride-extract meet ik de verschillende vormen van minerale stikstof, nitriet, nitraat en ammonium. De filtratie zal enige tijd duren, 1 tot 2 uur, om voldoende vloeistof voor de analyse te verkrijgen. Nu heb ik genoeg water uit het extract en kan ik dus de elektrische geleidbaarheid van het extract meten. Dit geeft ons informatie over het zoutgehalte van de compost. Ik heb nu ook voldoende calciumchloride extract en ga verder met het meten van het nitriet, nitraat en ammonium. Ik zal beginnen met de nitrietanalyse. Dit is een apparaat voor de snelle bepaling van nitriet. Het is zeer eenvoudig en kan onder veldomstandigheden worden gebruikt. Een teststrip wordt in het extract gedompeld en vervolgens in het apparaat geplaatst. Na 15 seconden wordt het resultaat op het display weergegeven. Het
In dit extract hebben we geen aantoonbare hoeveelheid nitriet. Dit is een goed teken. Nitriet is een indicator dat er anaerobe omstandigheden in de compost zijn opgetreden, wat ongewenst is. De analyse van nitraat duurt iets langer. Deze duurt 60 seconden. Over een paar seconden weet ik hoeveel nitraat er in het extract zit. Dit getal kan gebruikt worden om het nitraatgehalte van 1 kilogram compost als droge stof te berekenen. De analyse van het ammonium is iets ingewikkelder. Ik giet 5 milliliter van het extract in een klein bekerglas. Vervolgens voeg ik 10 druppels reagens 1. Gevolgd door een lepel reagens 2 toe aan het bekerglas. Na het schudden om reagens 2 op te lossen, gebruik ik opnieuw een strook om de test te doen. Deze test vergt iets meer tijd en duurt 8 minuten. Voor de biotest met planten gebruik ik tuinkers. Ik zal 2 verschillende tests doen met tuinkers. De eerste test is de open test. Ik gebruik kleine plastic potjes met een diameter van 9 cm. In deze test reageert de tuinkers op de directe contact met de compost. De tweede test is de gesloten test. Voor deze test gebruik ik plastic potten. Ze worden voor de helft gevuld met compost en vervolgens hermetisch afgesloten. Onder deze omstandigheden zal de tuinkers niet alleen reageren op het contact met de compost, maar ook op de gassen die door de compost worden gegenereerd, vooral als deze nog niet rijp is. De tweede test is dus gevoelig, terwijl de eerste minder gevoelig is. De geteste compost wordt altijd vergeleken met een referentiesubstraat. Deze referentie is een veensubstraat dat met minerale meststof wordt aangepast om in het verloop van de tijd een stabiele respons te krijgen. Voor de open test worden 3 potten gevuld met de compost en ook het referentiesubstraat. Dit om de kwaliteit en betrouwbaarheid van de test te waarborgen. De hoeveelheid die gebruikt wordt voor de gesloten test is 500 milliliter in een pot van 1 liter volume. Vervolgens voeg ik ongeveer 1 gram tuinkerszaad toe aan elke pot. Ik weeg de zaden niet, maar gebruik een gekalibreerde lepel. Ik verdeel de zaden over het gehele oppervlak van de pot. Voor de gesloten test voeg ik ook 1 gram tuinkerszaad toe. Het is belangrijk dat de zaden langs de rand worden geplaatst, omdat ik bij deze test de wortellengte zal meten. In de open test meet ik het gewicht van de planten, in de gesloten test de wortellengte. De resultaten zijn altijd in vergelijk met de resultaten van het referentiesubstraat. Dit maakt het mogelijk om de resultaten van tests die op verschillende momenten van het jaar, in de zomer of winter, zijn uitgevoerd te vergelijken, ook al waren de omstandigheden niet gelijk. Vervolgens bevochtig ik de compost voldoende en sluit ik de potten hermetisch af. Hetzelfde geldt natuurlijk voor de open test. Belangrijk bij deze test is om de potten met plastic te bedekken tot het ontkiemen van de zaden, wat 24 tot 48 uur duurt. Ne conduit pas bien l'eau vers le haut du pot et il se peut que la surface du compost
Anders kan het compostoppervlak uitdrogen en zal het zaad niet ontkiemen. Dit kan dan ten onrechte worden geïnterpreteerd als een kwaliteitsprobleem van de compost. Het is belangrijk dat alle potten voldoende licht hebben, maar niet in direct zonlicht. Anders zal de temperatuur in de potten te hoog oplopen en zullen de planten niet groeien. Ze worden gekookt. Dit zijn de planten na een groeiperiode van 7 dagen. Zoals u kunt zien, groeide de tuinkers op het referentiesubstraat zeer goed. Sommige composten, zoals deze zeer verse, hebben de groei van de tuinkers geremd. Daarentegen, op een compost die veel rijper is, groeide de tuinkers vrij goed. Voor de evaluatie van de open test meet ik het gewicht van de scheuten. Ik snijd ze op 1 centimeter boven de grond af. In de gesloten test kunt u hier een goede groei van de wortels op het referentiesubstraat zien, terwijl op sommige composten de groei veel geringer was. Deze test is echt veel gevoeliger dan de open test. Voor de beoordeling meet ik de lengte van de wortels. Dan bereken ik het percentage van de wortellengte ten opzichte van het referentiesubstraat. Voor de interpretatie van de testresultaten vindt u referentiewaarden in de Best for Soil factsheet over de compostkwaliteit. Deze factsheet is vrij beschikbaar op de Best for Soil website.